Ik zit met Yvonne de heer Zeveke, trots opa in de Raad van Breda. Ja. Aan jou de vraag, wat lees je of wat luister je? Nou, ik lees al een aantal jaren geen boek meer, want daar kom ik gewoon niet aan toe, maar wel allerlei tijdschriften. En wat de muziek betreft hou ik van vrolijke muziek. Ik kom helemaal uit de Dixieland-wereld. Ik kom uit een streek uit Breda waar alle buren of je broers wel in een bandje zaten. En dat werd dan in een vereniging werd dat weer gebruikt om leuke gezellige avondjes en feesten te houden. En ja, daarnaast hou ik ook wel wat van klassieke muziek. Maar het moet wel in de vrolijke noot allemaal zijn. Oké. Maar je zegt, ik lees niet meer echt een boek, dus je leest tijdschriften, maar dan nog over inhoud. Dus ontspant het wel? Ja, dat ontspant wel, want het verrijkt ook je kennis en het verrijkt ook je denken. Ja, en hoe moet ik me voorstellen? Zet je een potje thee en dan ga je lekker lezen? Of is het tussendoor? Nee, ik zit meestal aan een tafel. Dan heb ik ook mijn iPhone bij me liggen en dan amuseer ik me daarmee en dan ga ik door die bladeren heen kijken. Ik heb ook vaak de tv daarbij aan. Echt en, multitasking? Ja, ik hou wel van een beetje gezelligheid om me heen. Je kunt het ook rumoer noemen, maar ja, dat kan goed tegen. En van wat hier ligt, wat is een favoriet? Waar kijk je altijd wel naar uit als die komt? Nou, ik vind Plusblad vind ik altijd een heel goed blad. Ja? En nou ja, het is ook net wat je... Waarom? Ja, nou, het Plusblad, daar staan dus echt wel dingen in die je ook kan gebruiken of waarover je kan nadenken. En je kunt bijvoorbeeld ook in een medische rubriek bijvoorbeeld, worden er heel veel vragen gesteld. En dat kan ook wel eens zijn dat je zelf ook wel eens met zoiets zit. En dat je dan denkt van, oh, dat is het antwoord. Ja, want hier staat, vinden we zo de ware liefde? Ja, nou, dat is... Dat lees of sla je over? Nou, dat, dat lees ik ook wel eens. Maar vind je wel de ware liefde? Dat, ja, dat moet gewoon komen. En om het allemaal zo te lezen en dan de raadgevingen die ze daarbij geven, is niet aan mij weggelegd. Oké. En dus Plus, dat is een blad waar je naar uitkijkt en verder van wat hier ligt? Nou, op het ogenblik ben ik ook een beetje bezig met gezond. Ja? Ik vind dat ik allemaal een beetje te dik hoor. Dus ik probeer ook daar... Ook de liefde. Ja, de liefde die gaat overal natuurlijk. En ik lees wel heel trouw de VNG. De VNG? Ja, die lees ik heel trouw. En ik lees ook heel trouw de wijkbladen. Ja. Van de wijkraadsvereniging en zo. En de VNG-magazine, dat is echt ook ontspanning voor je? Nou ja, ik haal daaruit wat herkenbaar is en dan lees ik het een beetje door. En dan is het ook een soort ja, kleine studie voor mij. Van, zit ik nog wel goed bij mijn gedachtegangen? En nou, daar kunnen zij wel een deel uit, maar niet dat ik altijd met hun eens ben. Oké. Nou, dit toont een betrokken raadslid, een betrokken politica. Dankjewel. Oké, graag gedaan. De geheime passie van Daan Kwaars. Nee hoor. Daan, je hebt een boek meegenomen. Ja. Vertel eens wat over dat boek. Nou, ik vind lezen sowieso fantastisch. Ik doe het heel veel voor mijn werk, maar ik doe het eigenlijk te weinig als het gaat om dit soort boeken. Ik ben echt een fan van biografieën. Ik vind het heerlijk om iemands biografie te lezen. Dus of het nu gaat om de Clintons, over Nelson Mandela. Laatst ook nog biografie van Robbie Williams. Ik vind het fascinerend zeg maar, hoe mensen dat soort details uit hun eigen leven nog weten. En hoe dat dan op papier wordt gezet. Het boek wat ik mee heb genomen is een boek wat ik onlangs heb gelezen. Dat is de biografie van Elon Musk. Bekend als eigenaar van Tesla. Oprichter van PayPal. In de tijd dat de banken zeg maar, digitaal gingen. Toen het internet net ontstond. Ook eigenaar van SpaceX, hè, het bedrijf wat eigenlijk zegt van hey, luister eens, wij willen naar Mars. Ja, die man heeft een visie en is daar zo heilig van overtuigd dat ik dat vind ik fantastisch om te zien dat je je zo zeg maar, ergens op kan focussen en kan denken, nou dit is wat ik wil en daar ga ik ook voor. Why are you boring? Yeah, ask myself that frequently. We're trying to dig a hole under LA, and this is to create the beginning of what will hopefully be
a 3D network of tunnels to alleviate congestion. So, I mean, right now, I think one of the most soul-destroying things is traffic. It affects people in every part of the world. It takes away so much of your life, and it's horrible. It's particularly horrible in LA. I think you've brought with you the first visualization that's been shown of this. Can I show this? Yeah, absolutely. So this is the first time. Yeah, just to sort of show what we're talking about. So there are a couple of key things that are important in having a 3D tunnel network. First of all, you have to be able to integrate the entrance and exit of the tunnel seamlessly into the fabric of a city. So by having an elevator, sort of a car skate that's on an elevator, you can integrate the entrance and exits to the tunnel network by using two parking spaces. And then the car gets on a skate. There's no speed limit here. So we're designing this to be able to operate at 200 kilometers an hour, about 130, 200 kilometers an hour, or about 130 miles per hour. So you should be able to get from, say, Westwood to LAX in 6 minutes, 5-6 minutes. So possibly initially down, it's like on a sort of toll road type basis. Yeah. Which I guess alleviates some traffic from the surface streets as well. So I think, I don't know if people noticed it in the video, but there's no real limit to how many levels of tunnel you can have. So you can go much further deep than you can go up. The deepest mines are much deeper than the tallest buildings are tall. So you can alleviate any arbitrary level of urban congestion with the 3D tunnel network. This is a very important point. So a key rebuttal to the tunnels is that if you add one layer of tunnels, then that will simply alleviate congestion, will get used up, and then you'll be back where you started, back with congestion. But you can go to any arbitrary number of tunnels, any number of levels. But people assume traditionally it's incredibly expensive to dig, and that would block this idea. Yeah, it's quite difficult to dig tunnels normally. I think we need to have at least a tenfold improvement in the cost per mile of tunneling. And how could you achieve that? I guess, actually, if you just do two things, you can get to approximately an order of magnitude improvement, and I think you can go beyond that. Our target, actually, is we've got a pet snail called Gary. This is from Gary the Snail from South Park. SpongeBob SquarePants. So Gary is capable of currently he's capable of going 14 times faster than a tunnel boring machine. Okay. You want to beat Gary? We want to beat Gary. Yeah. He's not a patient little fellow, and we want that will be victory. Victory is beating the snail. Elon Musk. En wat trekt jou dan aan? Hoe kies je biografieën? Want er zijn van iedereen een biografie. Vaak is de keuze op basis van gevoel. Hè? Dit is er ook een waarvan ik dacht, ja, dit is iets wat speelt nu. Hè? Je ziet de elektrische auto, de Tesla, zie je op straat komen. En dan loop ik daar langs en denk, ja, dat lijkt me geweldig om eens te lezen. Zeg maar, wat heeft die man nou gedaan en hoe ver is hij nou eigenlijk gekomen? En wat drijft zo iemand nou om te doen wat hij doet? En bij zo'n Elon Musk vind ik het fantastisch dat hij echt op een andere manier denkt. Dat hij een elektrische auto ontwikkelt, waarbij de hele auto-industrie natuurlijk zegt van ja, luister eens, als hij een auto ontwikkelt, dan houden we dat vooral geheim voor onszelf. Want ja, daar leggen we patent op en als wij dan dat geheim hebben of die uitvinding hebben, ja, dan kunnen we daarmee commercieel onze slag maken. Elon Musk die zegt gewoon, ja, maar ik wil graag dat er zoveel mogelijk elektrische auto's zijn. Dus wat doet hij? Hij geeft gewoon het ontwerp van zijn Tesla vrij aan alles en iedereen om het na te kunnen maken. Want dat is zijn manier om te denken, ja, dan komen er dus meer elektrische auto's. Ja, dat is zo anders misschien denken. Maar dat is misschien wel van deze tijd. Een tijd waarin we alles delen en doen. Open data, ja. Waarom zou je dat dan niet doen? Ja. Maar ik ben benieuwd, dus biografieën, de aantrekkingskracht zit hem dat mensen zijn die echt van vlees en bloed, die dat echt hebben bestaan? Ja, het zijn mensen die uiteindelijk natuurlijk
groot genoeg zijn geworden om een biografie te schrijven. Maar ook echt iets gepresteerd hebben in de wereld. Hè? Dus of je nou over Robbie Williams hebt, over de Clintons of over de Obama's of nou ja, noem het maar op. Hè? Maar die zijn net als wijze, maar ook gewoon begonnen als kleine kleuter. En ergens hebben zij in die carrière dus stappen gezet. Ja, ja. Nou, dat fascineert mij. Hoe is dat dan gegaan? En hoe doen ze dat dan? En hoe gaan ze daarmee om? Als inspiratiebron dan? Ja, als inspiratiebron, absoluut. En om de wereld te laten zien waar je echt in gelooft. En dat vind ik het mooie aan dit boek. Hè, is dat hij eigenlijk, net zoals bijvoorbeeld Bill Gates of Steve Jobs... een hele simpele visie heeft. Bill Gates had de visie, ik wil dat iedereen een computer heeft. Ja, hoe makkelijk kan je een visie maken? En hoe simpeler die visie, dat wil niks zeggen over hoe moeilijk de uitvoering dan is. Hè? Super, nou dankjewel voor deze les inderdaad. Hou het simpel, maar denk groot in feite. Ja, en concreet. Ja. Ja. Tim van het Hof van D66, ja. U heeft een boek bij u. Ja, dat klopt. Ik heb meegenomen Herman Brusselmans, Muggenpuut. Er werd aan mij gevraagd om een favoriete boek mee te nemen. Ja. Ik zal je één ding verklappen, het is niet mijn favoriete boek. Oh. Maar het is wel het boek waar ik heel veel herinneringen aan heb. Ik moest voor, toen ik hier in Breda op school zat, moest je allemaal boeken lezen. En we hadden een Nederlands lerares, mevrouw Stijn. En ik denk dat iedereen die op het Stedelijk Gym heeft gezeten in Breda haar wel zal kennen. Het was een mevrouw die ontzettend gepassioneerd kon vertellen over de Nederlandse literatuur. En ik was nog een puber, dus ik was allemaal niet zo heel erg geïnteresseerd in daarin. Maar als je dus maar het verhaal ging rond op school dat als je je boekenlijst moest komen verdedigen, dat zij al die boeken zo uit haar hoofd kende. Dat ze je hele kritische vragen kon stellen. Onder andere bijvoorbeeld over Harry Mulisch, het boek De Aanslag. En dan zei ze op pagina 138 komt de hoofdpersonage komt de kamer binnen en er liggen dan twee dingen op tafel. Noemde twee dingen die op tafel lagen. Dus dan zakte je het al door het ijs heen. Als je dat dus niet allemaal paraat had. Zo gepassioneerd was ze. En ik had met haar een discussie in de klas over, is Herman Brusselmans, is dat nou literatuur of is dat meer lectuur, dus vermakelijke verhalen. En ik vond dat het literatuur was. En ik heb, ik ben daardoor heel veel gaan lezen. Dus ik heb heel mijn boekenlijst, dus onbedoeld heeft ze er wel voor gezorgd dat ik alles heb gelezen. Maar ik had één ding heel goed voorbereid en dat was namelijk de verdediging van dit boek. En uiteindelijk heb ik dus haar weten te overtuigen dat dit dus wel op de boekenlijst thuis hoort. En zodoende uiteindelijk mijn diploma ook gehaald. Dus dit heeft een boek met speciale herinneringen. Ja. En het is ook Herman Brusselmans, het is een schrijver. En je houdt van hem of je verguist hem. Mm-hmm. Maar ik onbedoeld heeft dit boek natuurlijk wel hele speciale herinneringen. Zeg maar, Heel mooi verhaal. Ja, wat ik ook wel heel mooi vind is, zeg maar, het gaat over een hoofdpersonage. Eigenlijk de alter ego van Herman Brusselmans. En wat ik wel mooi vind, Danny Muggenpuut. En wat ik ook wel mooi vind in het boek is het relativeringsvermogen van het hoofdpersonage. Als je kijkt tegenwoordig, het is allemaal social media en overhyped. En het moet maar meteen, als er een bericht komt, moeten we meteen erop reageren en van alles en nog wat. Ja, dat doet de hoofdpersonage in het boek niet. Die is lekker van het relativeren, drinkt op zijn tijd een pintje en geniet van de mooie dingen in het leven. Mooi. Ja, vind ik ook. Dankjewel. Ja. Graag gedaan.